الركن الرابع من أركان الإسلام صوم رمضان. The fourth pillar from the pillar of the Islam is het vasten van de maand Ramadan. الصيام ينقسم إلى قسمين فرض ونفل. Ook het vasten is onderverdeeld in twee categorieën: een verplichte vorm en een aanbevolen vorm. الفرض منه صيام رمضان. En de verplichte vasten, tot de verplichte vasten behoort het vasten van de maand Ramadan. يجب الصيام على المسلم. Het is verplicht voor een moslim. العاقل. Die zijn verstand heeft. البالغ يعني الكبير غير الصغير. En dat geldt voor een persoon die de puberteit heeft bereikt en daar valt buiten iemand die de puberteit niet heeft bereikt. القادر على الصيام خرج به العاجز عن الصيام اما لكبر سن او مرض. En degene die in staat is om te vasten en daar valt buiten degene die de ouderdomsleeftijd heeft bereikt of ziek is. المستوطن للمسافر. En degene die gevestigd is en niet de reiziger. وتخلو المرأة من الحيض والنفاس. En dat een vrouw gevrijwaard is van haar menstruatieperiode of haar kraambloeding. نعم. يمسك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من أذان الفجر إلى أذان المغرب والله أعلم. Onthoudt zich van eten en drinken en verbodene zaken van zonsopgang tot zonsondergang.